Gisteren zond Comedy Central de vierde Nederlandse editie van De Roast uit. Dit keer was het de beurt aan Ali B om onderwerp van de avond te zijn. PNERS en koolstofmonoxide met Jans confronteerden hem keihard met scherpe grappen en opmerkingen die net over het randje gingen. Maar niet bij alle deelnemers pakte dat even succesvol uit, zo'n 427. 000 kijkers zagen gisteravond hoe Ali B met de grond gelijk werd gemaakt in de Roast of Ali B. Hij werd aangepakt door het roastpanel, bestaande uit Henry van Loon, Johan Goossens, Weilung, Willy Bartaal, Liam Uysha, Rob Geus, Prem Ratjepessen, Ferre Doedens, Prees en Brugwagedik. Sanne Wallis de Vries nam als roastmaster de presentatie op zich. Het optreden van Ferrie Doedens kwam alleen niet helemaal lekker uit de verf. Op de BNR-bank werd maar weinig gelachen en ook in de zaal viel een doodse stilte. Meerdere kijkers suggereren dat Comedy Central flink heeft geknipt in Ferries aandeel van de show, iets waar Steven Brunswijk eerder al op hintte in RTL Boulevard. De koolstofmonoxide-medium was bij de opnames aanwezig en merkte ook al dat de GTST-acteur nogal door het ijs zakte. Zijn roast was overduidelijk korter dan die van de andere kijkers, thuis viel het ongelukkige optreden van Ferre ook op. Waar is Peter Pannenkoek als je hem nodig hebt, vroeg men zich af. Nou, de absolute roastmaster van de afgelopen edities was er dit jaar niet bij, maar nam wel een snoeiharde videoboodschap op waarin hij Ali helemaal kapot maakt. Gelukkig was koolstofmonoxide-medium Henry van Loon wel live aanwezig, die als eerste rooster van de avond de lat behoorlijk hoog legde. Zijn complete optreden zie je in de video onderaan dit artikel. Dit was pijnlijk, zo klinkt het op Twitter na Ferries roast. Het was gênant, maar daar weet Ali gelukkig ook alles van. Natuurlijk, Ferre is, net als sommige collega-roosters als Prem, Prees, Weilon en Iam Uysha, geen koolstofmonoxide-medium. Daarom pleit iemand er zelfs voor om degene die zijn grappen schreef, te ontslaan.